Vandaag in Oorlogsverhalen de spectaculaire redding onder leiding van Jack Boer van 2384 ten dode opgeschreven Nederlandse gevangenen uit een Indonesische gevangenis. Ze zijn hun redder tot op de dag van vandaag dankbaar. Surabaya is de tweede stad van Indonesië en telt 3 miljoen inwoners. Het is een belangrijke haven- en marinestad, ook in de Nederlands-Indische tijd. Uit die periode is de Werfstraatgevangenis. Tegenwoordig herinnert alleen een vrolijk geschilderde muur en een wachttoren eraan dat hier een gevangenis stond. Op 10 november 1945 werd hier een spectaculaire operatie uitgevoerd om 2384 door Indonesische opstandelingen gevangen gehouden Nederlanders van een wisse dood te redden. De actie stond onder leiding van een Nederlander in Engels uniform, Jack Boer. Door met een tank een gat in de gevangenismuur te schieten, konden alle Nederlanders worden bevrijd. De bevrijdingsactie in de Werfstraatgevangenis vond bijna 75 jaar geleden plaats. De bevrijde Nederlanders zijn hun redder Jack Boer hiervoor altijd dankbaar gebleven. Ik heb hem toen echt kunnen omarmen en zeggen, joh, hartstikke bedankt voor de daad van de bevrijding. Want jij bent toch de man geweest waar wij ons leven aan te danken hebben. Ik heb toch, dankzij hem, een gezin kunnen stichten. Kinderen hebben gehad en kleinkinderen. En daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Een goede kameraad, een vriend. En iemand die, ja, waar ik veel verschuldigd aan ben, onder andere. Mijn leven. Voor de bevrijde Nederlanders blijft de redding uit de Werfstraatgevangenis het mysterie van een groep Goerka-soldaten en een Nederlands officier in een Engels uniform. Zelfs de naam van hun bevrijder, Jack Boer, kenden ze op dat moment niet. Maar wie was Jack Boer? Als kind verhuist Jack met zijn ouders, broers en zussen naar Batavia, waar hij opgroeit. Op 18-jarige leeftijd moet Jack Boer, zoals elke Nederlandse jongen, in militaire dienst. Hij wordt geplaatst in Willemsoord, het opleidingsinstituut van de Koninklijke Marine. Op 2 maart 1942 trouwt Jack Boer met Willemien Frederik Hermans. Ze zijn ruim 51 jaar samen geweest. Het was een vreselijk opgewekt mens. Het was natuurlijk helemaal, het was geen heilige, verre van. Maar ik ken geen opgewekter mens dan hij. En hij gunde iedereen alles. Hij hield ook intens van het leven. In al zijn facetten. Ook van mensen over het algemeen. En hij was altijd erg blij als het iemand goed ging en zulke soort dingen. En op de een of andere manier voelt men dat aan of zo. En als ze in de moeilijkheden zaten, of ze hem nou kenden of niet, dan kwamen ze bij Jack. En die vond het de meest gewone zaak van de wereld. Die dook er helemaal in. En dat was typisch Jack. En zo was zijn hele leven eigenlijk. Ik had altijd, hij zei, ja, dat moet ik blijkbaar doen. Het was misschien zijn karma of zo. Ja. Op 8 december 1941 overvalt Japan de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor. Nederland sluit zich aan bij de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en verklaart Japan de oorlog. In de maanden die volgen bezet Japan achtereenvolgens Birma, Malakka, Singapore en Nederlands-Indië. Bij de slag om de Javazee blijkt hoe oppermachtig de Japanse vloot is. Op 8 maart 1942, 3 maanden na de oorlogsverklaring aan Japan, capituleert Nederland. Nederlandse gezinnen worden door de Japanners uit elkaar gehaald
en overgebracht naar verschillende concentratiekampen. Velen sterven door ziekte, honger en brute moorden door de Japanners. Ook Jack Boer wordt geïnterneerd. Maar omdat hij verdacht wordt van verzet tegen de Japanners, wordt hij opgesloten in de werfstaatgevangenis in Surabaya. Daar wordt hij door Japanse beulen onderworpen aan dagenlange verhoren en martelingen. Hij wordt ook met elektrische stroom bewerkt om hem te laten bekennen. Maar doorslaan doet Jack niet. Na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki capituleert Japan. De wereld herademt omdat eindelijk de vrede is gekomen. Omdat eindelijk de mensheid kan gaan bouwen aan de nieuwe samenleving. De vrede is gekomen. Is dit werkelijk zo? Op 17 augustus 1945 wordt door Sukarno eenzijdig de onafhankelijkheid uitgeroepen. De Engelse troepen krijgen het voorlopig mandaat over Indië. Verschillende losse strijdgroepen, de zogeheten Pemuda's, grijpen naar de wapens en openen de jacht op Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen. Het is gewoon een situatie geweest wat niet voor te stellen is. Vrouwen, kinderen, alles en iedereen werden weggehaald. De mannen, de jongens, de jonge jongens. Want ze gingen van dit standpunt uit. Die jongens van 15, 16 jaar, die worden straks groot en worden onze vijanden nu. Nou, toen wij dus opgepakt werden, mijn vader en ik, was het volgens mij zo gegaan dat wij in een vrachtwagen gestopt werden. De vrachtwagen kwam de huizen langs en ze wisten precies waar dus nog volwassenen zaten en kinderen die in de puberteit zaten. Nou, die werden dus opgehaald en in de vrachtwagen gestopt en zo naar het beruchte Simpang Hotel gebracht. De Simpang Sociëteit was de Nederlandse club in Surabaya. Het werd nu het hoofdkwartier van de Indonesische opstandelingen. Honderden Nederlanders worden opgepakt en naar de Simpang Club gebracht. Een groot aantal van hen zal het niet overleven. Nou ja, mijn vader was toen zwaar ziek. Had longontsteking en pleuris. En dat vertelde ik ook dus aan degene die daar min of meer een beetje de leiding had. En vroeg of mijn vader dus naar huis mag. Want hij had toch al lang niet lang meer te leven. En toen vroeg hij wat mijn vader mankeerde. En dan zei ik, mijn vader heeft longontsteking en pleuris. Dus, en dat hoort u trouwens ook, die hoest heel erg raar. En die heeft ook begin van TBC. Ja, dus dat heb ik dus toen de tijd aan u niet verteld. Maar dat heb ik dus min of meer verteld waar het niet waar was. Alleen maar om te proberen hem naar huis te krijgen. Nou, het is mij gelukt. Want hij mocht naar huis en mijn vader die had zijn rozenkrans bij zich. En die gaf die mij. Hij zei, hou dit maar. En toen is hij naar huis gegaan. Op de dag dat we dus daar kwamen, op de middag dat we daar kwamen, zag ik een heleboel mensen bij elkaar gedreven van alle soorten naties. Chinezen, Roemenen, Nederlanders. Alles wat daar te doen had met het Nederlands zijn, die waren allemaal bijeengedreven. En later zijn ze allemaal doodgestenigd en op verschillende manieren eigenlijk gewoon ter dood gebracht. De volgende dag moesten wij dus al deze mensen in de vrachtwagen brengen en die werden zo afgevoerd. Dat zijn dus mijn ervaringen geweest op de dag dat ik opgepakt werd. De volgende dag
hebben wij dus die toiletten schoongemaakt. We hebben tot onze enkels in het bloed liepen. In enkele closetpotten lag een hoofd, die was gewoon afgeslagen. Er liepen twee meisjes langs de sociëteit om te kijken wat met ons was gebeurd. Het speldje van het Rode Kruis was duidelijk zichtbaar, maar de wacht die vertrouwde dat niet. Hij hield ze aan en achter hun Rode Kruispeldje was ook een button van prins Bernhard en Juliana. Toen werden ze meteen naar binnen gevoerd. De blouse afgetrokken en ten aanzien van ons werden hun busten afgehaald, afgesneden. En wij moesten dat gewoon toezien, toekijken hoe het allemaal gebeurde. We zijn uiteindelijk dus doodgebloed. Na de Japanse capitulatie is de Werfstraatgevangenis in handen gekomen van de Indonesische opstandelingen. Jack Boer zit er dan nog steeds gevangen. Omdat het er overvol is, wordt hij overgebracht naar Willemsoord, het voormalige marineopleidinginstituut. Dit wordt nu door Pamuda's als noodgevangenis gebruikt. Jack Boer beschrijft in zijn dagboek zijn verblijf al daar. Ik was degene die daar contact met de Indonesiërs onderhield. Deze mensen kregen geld om ons informatie door te geven. Ik hoorde van hen dat de Engelsen in Perak, de haven van Surabaya, waren. Toen ben ik ontsnapt uit Willemsoord en door de linies terechtgekomen bij een van de allereerste voorposten van het Britse leger. Daar werd ik aangesteld als intelligence officer en tolk. Ondertussen zitten in de Werfstraatgevangenis nog bijna 3000 Nederlanders opgesloten. Hun toestand is onhoudbaar. Ze dreigen allemaal vermoord te worden door de Pemuda's. De laatste 3 dagen van de Werfstraat waren verschrikkelijk. We hadden namelijk dus niet meer gegeten. Waarom was niet bekend. De geur van petroleum en benzine kwam ons tegemoet via de riolen. Later kregen wij dus bericht van een paar kettingberen dat de bedoeling was geweest ons eigenlijk levend te verbranden. En als we dan eventueel zonnevrij komen, dat we ook aan het eten zouden doodgaan, want dat was vergiftigd. Het gerucht dat de gevangenen gedood zullen worden door vergiftigd voedsel verspreidt zich ook buiten de gevangenis. Het is vrijdag 9 november 1945, als 's avonds laat om 12:00 een Ambonees burger bij een Britse militaire post verschijnt. Een schildwacht brengt hem naar het hoofdkwartier. Daar wordt Jack Boer erbij gehaald. Hij beschrijft het in zijn dagboek. Hij heet Patty Rajawani en was cipier bij de Werfstraatgevangenis. Mijn hulp werd ingeroepen om het verhaal van de man te vertalen. Hij vertelde dat vroeg in de ochtend, zo rond 5:00, alle in de Werfstraat opgesloten Nederlandse mannen en jongens zouden worden omgebracht door vergiftigd voedsel. De pap zou worden gemengd met arsenicum. Daarna zou de gevangenis in brand worden gestoken. Hij vroeg mij of wij de gevangenen konden bevrijden. Ik achtte de man zeer betrouwbaar omdat ik hem in mijn periode als gevangene van de Japanners in 1943 als een humaan mens had ervaren die nooit lijfstraffen had toegepast. Omdat hij er tijdens de Japanse bezetting zelf gevangen zat, kent Jack Boer de situatie in de Werfstraatgevangenis als geen ander. Jack Boer stelt een aanvalsplan op. Hij weet van Patty Rajawani dat er minstens 100 met vuurwapens uitgeruste bewakers in de gevangenis zijn. Maar de Engelsen stellen Jack Boer slechts een eenheid van 10 Goerka-soldaten beschikbaar en een steward-tank. Om 3:30 in de ochtend vertrokken we vanaf de basis naar de Werfstraatgevangenis. De tank stopte voor de bocht in de dwars Nieuw-Hollandse straat. Op dat moment hebben we onze horloges gelijk gezet. Eén Goerka ging vooruit en schakelde met 1 schot wachtpost 6 uit. Direct daarna trok de tank op tot 20 à 30 meter van de gevangenismuur en schoot er een bres in. Door de inslag van de tankgranaat ontstond er een gat dat groot genoeg was om het hele peloton er normaal door naar binnen te laten lopen. Het
het schot op de gevangenismuur en het binnenlopen van het peloton vergt minder dan 2 minuten. Jack Boer heeft de leiding over de Goerke-eenheid. In de gevangenis deelden we ons op in een linker- en rechter-eenheid. Bij de laatste sloot ik mij aan. Het kanonvuur had kennelijk voor de nodige commotie gezorgd. We hoorden geschreeuw en dat kwam naderbij. Alleen wisten we niet uit welke richting. Vanuit de centrale kantoren werden in het wilde weg schoten in onze richting afgevuurd. Toen wij de bocht omkwamen, kregen we vanaf het kruispunt bij de keuken de volle laag. Het enige wat je hoorde was geschreeuw en schieten. En wat dichterbij schieten, wat verder weg schieten, wat zwaarder geschud, wat lichter geschud. En ja, je vroeg je af, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Maar je wist niks. Dus je was puur, was je passief, was je bezig om te wachten tot er wat zou gebeuren. De Goerka's openen met getrokken messwaarden de aanval op de bewakers. Voor de centrale kantoren ontstaat een vuurgevecht. Ook de linkereenheid heeft inmiddels dit punt bereikt. In felle man-tot-man gevechten worden een aantal gewapende bewakers uitgeschakeld. En ik zag dus die Indonesiër die met zijn geweer in de hand even een kant opkeek. En toen kwam van de andere kant komt er een Goerka en die had zijn mes bij zich, zijn cirkelvormig, een halve maanvormige mes. En die Indonesiër die had waarschijnlijk het gevoel gehad dat er iets achter hem gaande was. Want die keerde zich om en met dat hij zich omkeerde, toen gooide die Goerka dat mes. Dus de Indonesiër had geen tijd meer op zijn geweer te richten en af te schieten. En dat mes dat had die Indonesiër dus min of meer zijn hals afgesneden. Dat zag ik en dat was voor mij even een emotioneel moment. Want zoiets goedelijks had ik nog nooit meegemaakt. De Goerka-eenheid onder bevel van Jack Boer wil verder oprukken. Maar ze stuiten opnieuw op hevig verzet van gewapende bewakers. Ik was op weg naar de wapenkamer. Daarvoor moest ik langs de keuken. Daarin bleken zich enkele gewapende bewakers te bevinden. Ik gooide een handgranaat naar binnen, waardoor het eet- en keukengerei naar beneden kletterde. De wapenkamer was nagenoeg leeg, op een aantal bamboespieren na. Toen de strijd gestreden was, werden de wapens van de uitgeschakelde bewakers verzameld. 50 stuks M95 karabijnen, 40 pistolen van verschillende makelijen en kaliber, 1 Bren-gun en diverse slag- en steekwapens. 1 Goerka sneuvelde toen ik voorbij de deur van de bankwerkerij wilde lopen in de richting van de cellen. Hij trok me terug. Toen kreeg hij de volle laag. Uiteindelijk zijn we langs de hoofdpoort naar de cellenblokken gegaan en hoorden we het om hulp schreeuwen van de opgesloten mensen. De sleutels van de celdeuren zijn verdwenen. Jack Boer heeft de beschikking over een krachtig Colt 45 pistool. Met dit wapen schiet hij de sloten van de celdeuren open. Toen hoorden wij gestommel van laarzen enzovoort. En toen zei een van die anderen die dus nog voor de deur stond, daar komt een zo'n Goerka-soldaat, die komt eraan gelopen. En inderdaad. En die kwam voor de celdeur en toen hoorde ik hem zeggen, go, go, go. En toen zei hij, oh weg, jongens, weg van die deur. Nou en toen hoorden we een schot, heel dichtbij natuurlijk. En toen hoorden we gerinkel en dat was achteraf het hangslot van die celdeur. En de grendel ging verschuiven en toen ging die deur open. En toen zei die Goerka zijn gebrekkig Engels van, oud, 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 jongens, wij moeten eruit, zei hij. Nou, wij eruit natuurlijk en blij, uiteraard. Maar ook nog een beetje onzeker van wat gaat er nu gebeuren. Nou, en we moesten allemaal de binnenplaats op en zagen we dus Goerka-soldaten heen en weer lopen. En ook de lijken van die Indonesische ploppos, om zo te zeggen, die strijdmachten, die echte strijdmachten waren het niet. Er waren meer terroristen in het woord. Die lagen dus op de grond bloedend en die eenden met zijn afgesneden hals. Dat
zag ik nog even vluchtigjes. En de binnenplaats aangekomen, verzameld. Toen hoorden wij dus van... heren, jullie zijn nu vrij. We kwamen daar op zo'n soort binnenplaats, waar dus de medegevangenen zaten. En daar zag ik dus een aantal van die Gurkha's, Brits-Indische soldaten. En ik zag daar een grote vent met zo'n Stetson op, zo'n cowboyhoed, in Engels uniform, die tot mijn verwondering dus Nederlands sprak. En zich voorstelde met: ik ben Jacques Boer, jullie zijn bevrijd. De bevrijdingsactie heeft een uur geduurd. De sterk vermagerde Nederlanders wordt verteld geen voedsel en water aan te raken, omdat het vergiftigd kan zijn. Uiteindelijk weten alle 2384 geredden veilig de haven van Surabaya te bereiken. Ze zijn weer vrij, dankzij 10 Gurkha-soldaten en 1 Nederlander, Jack Boer. Ik ben Jack Boer, heel dankbaar voor. Ik heb toch... dankzij hem een gezin kunnen stichten. Kinderen hebben gehad en kleinkinderen. En daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Zonder Jack Boer zat ik waarschijnlijk hier niet. Was ik ook niet getrouwd en had ik kinderen niet. Jack Boer, reservekapitein bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, overleed op 5 september 1993, op 82-jarige leeftijd. Hij redde samen met 10 Gurkha's het leven van 2384 onschuldige, ten dode opgeschreven Nederlanders. De bevrijdingsactie uit de werfstaatgevangenis in Surabaya heeft nooit enige erkenning gekregen van de Nederlandse overheid. Maar voor hen die Jack Boer het leven redden, was hij de man die aan de wieg stond van generaties die zonder hem niet geboren zouden zijn.